Ik heb weer een hele grote naam binnen. Ja, het is echt fantastisch. Ik ben echt heel erg diep onder de indruk van zijn werk. Het staat ook prachtig. Want in de WG Gallery aan de Aardappelmarkt hangt de komende maanden het werk van kunstenaar Wim Heldens. De expositie Thinking of Holland is geïnspireerd op Marsmans gedicht Denkend aan Holland. Waarom heeft u dit schilderij Denkend aan Holland genoemd? Het is een beetje een provocatie. Ik zat er in de trein hier naartoe te denken, want ik wist al dat je daar vragen over zou stellen, dat is ook goed. Ik zat er aan te denken wat dat eigenlijk is en toen dacht ik van, iedereen weet wat xenofoob is. Ik denk dat ik in feite xenofiel ben. Ik hou van mensen die er anders uitzien. Ja, ik hou van vreemdelingen. Ik had dat als kind al, dat ik mensen die, is misschien ook de kunstenaar in mij en de portretist in mij, ik ben altijd gefascineerd geweest door de diversiteit in mensen. Dat vind ik heel erg mooi. Ik zeg altijd, ik zie alle kleuren, want mensen zeggen, ik zie geen kleur. Nou, daar heb je als kunstenaar niks aan. Ik zie alle kleuren en ik hou van alle kleuren van de regenboog. En dat heb ik ook met mensen. En dit schilderij is ook, ja, je moet er niet te veel van maken. Het is een beetje politiek ook. Ik vind dat je in deze tijden je niet meer neutraal kunt opstellen. Ik vind dat je stelling moet nemen, dat je een mening moet laten zien. En daardoor dat dit schilderij heel provocerend. Het zijn allemaal mensen met een andere huidskleur. Dit schilderij provocerend genoemd, Denken aan Holland. Ja. Ja, en reis eens over Rotterdam, dan zo ziet Nederland eruit, weet je. En Denken aan Holland, het bekende gedicht van Marsman. En er zit ook in het schilderij hagelslag, in een stuk kaas. In de typisch Hollandse. De brede rivieren. Het werk van Heldens is onder andere te zien in de National Portrait Gallery in Londen en in het Arnhem Art Museum in New York. Maar in Nederland worden zijn schilderijen amper getoond. Ja, Wim Heldens is gewoon een van de toppers van Nederland. Ja, daar ben ik erg trots op. Hoe groot is hij? Heel groot. Maar eigenlijk is hij niet zo heel erg bekend in Nederland. En dat is toch heel apart weer voor de portretkunstenaars. Die zijn vaak toch in het buitenland meer bekend dan in Nederland. Dus daarom wil ik ook gewoon dat portretkunst weer helemaal van de Nederlandse portretscène wordt. Want ja, ze gaan allemaal naar het buitenland toe. Nu een expositie hier in het Dordtse. Ja, in het Dordtse. Dat is vrij bijzonder, heb ik begrepen. Want ja. U exposeert niet zo heel veel in galleries en dergelijke, althans nee. In dit soort galleries. Nee, maar dat moet je wel zien, dat is niet mijn verantwoordelijkheid. Hè. Daar moet je voor gevraagd worden, hè. Snap je? Dat een kunstenaar exposeert, dat is de keuze van galeriehouders, van musea. Ik word in Nederland in musea, ik wil niet bitter overkomen, wil ik dat wel ben. Maar ik word in Nederland nooit uitgenodigd voor museale tentoonstellingen. Als er een tentoonstelling is van figuratieve kunst in Nederland, ben ik altijd de grote afwezige. Daar word ik nooit voor gevraagd. En Wilma heeft mij wel gevraagd, dus en vandaar dat ik er daar hang. Ja. Komt alle kijken. De eerste solo tentoonstelling in 37 jaar, moet je nagaan. De laatste was ik 29, was in 1983. En dan heeft Dordrecht de eer dat u kunnen zien, uw werk. Ja, en ik heb de eer dat Dordrecht mij laat zien. In dit weekend in Dordt ziet u direct na het nieuws een uitgebreid interview met Wim Heldens en komt ook een van de geportretteerde modellen aan het woord. De expositie is tot en met 26 april te bewonderen in de WG Gallery.